Toen ik vorige zomer na 4 maanden verplicht huisarrest terug uit mijn kot kwam, was mijn eerste verplaatsing uiteraard het stadscentrum van Brussel. En ik wandelde uit het tramstation en het eerste beeld dat ik zag was deze dame die op het terras van de Metteco iets had te drinken en die haar eigen haarlokken gebruikte als mondkapje. Heel veilig lijkt het me niet, maar wellicht wou ze een statement maken.